Hallo, ik ben Robert Harbers, ook wel bekend als de Rode Ridder vlogger. En vandaag gaan we het hebben over de uitverkorene cyclus. De uitverkorene cyclus bestaat uit 8 delen. En die begint met album 250, de uitverkorene. Maar eerst wil ik jullie nog iets laten zien dat een collega van mij heeft gemaakt. Dit is een sleutelhanger van een cameo als Bouts. Hier zo. En op de achterkant, of op de andere kant, de koffer van het Rode Ridder album 263, De Vervloekte Talisman. Zo, die wilde ik eventjes jullie laten zien. Want dat had ik beloofd aan sommige Facebook vrienden. Zo, en dan gaan we nou verder met de 8 delen van de uitverkorene cyclus. Elk van de 8 delen zie ik als een soort van pad naar iets dat groter is. We beginnen met de uitverkorene, het eerste deel van de uitverkorene cyclus. Dit deel introduceert een hele reeks aan nieuwe personages, waaronder Joran, Alice, Van Vratte Vrangen, Knif en Marlijn wordt even genoemd. Maar Joran verschijnt eruit, Joran is niet nieuw, maar Joran is wel in een nieuwe stijl, dat dan weer wel. En Marlijn komt in het volgende album. Maar dit is het eerste deel van de uitverkorene cyclus. En hiermee begint een nieuwe stijl voor de Rode Ridder. Die verder pakt op het tweede deel, de gevangenen. De uitverkorene en de gevangenen behoren allebei tot het boek De Vervloek van Malfrat. Het eerste boek van Mark de Genre van de Rode Ridder. En het is dus, de eerste twee moet je dus samen lezen. Nou ja, moet niet, mag. Maar ze vormen samen één geheel, zei Mark ook. En hiermee begint het. Deze twee horen dus echt bij elkaar, want het volgt elkaar letterlijk op. Daarna kwam de helle mond. En dan begint Joran en Alice echte tocht naar Camelot. Hiermee begint het echt. De eerste twee zijn nog niet echt, want pas in de gevangenen vertrekt Joran met Alice naar Camelot toe. Het is ook echt een hele tocht die ze maken vanuit de Nevelanden naar Camelot. En hier begint in de uitverkorene begint een onofficiële reis, omdat ze eerst willen vertrekken, maar ja, Malfrat de Vrange houdt hen tegen. Je moet de rest van verder lezen, mocht je het nog niet gelezen hebben. Maar hiermee begint echt het onderdeel tocht. Bij de uitverkorene begint zelf de introductie van alle karakters die belangrijk zijn. En in de ontmoeting, zo zou ik de gevangenen noemen, dan leren de personages kennen en wat ze mee gaan maken. Maar in de tocht gaan ze pas echt op reis naar Camelot. Maar Joran en Alice komen vast te zitten op het eindeloze eiland, ook wel bekend als de Hellemond. Maar hierin verschijnen ook de Hellemonsters, die komen later nog een keer terug. Dus het is niet einde verhaal. En dit is ook eigenlijk niet einde verhaal van de Hellemond. Want hiermee komen ze achter de waarheid van wat er zich speelt op de Hellemond. En dan komt daarna de ontdekking. Personages leren elkaar steeds beter kennen, Joran en Alice. Joran leert een nieuwe kant ook van Alice in dit album kennen die hij nog niet kon. Maar dat verraadt de cover al een beetje. Voor degenen die het nog niet gelezen hebben. Maar dan komt daarna de heks en Marlijn. Waarin een heleboel gevechten gebeuren. Waarmee Joran te maken heeft in de sneeuw. Dus de sneeuwalbum wordt hier ook wel genoemd. Door Fabio Bono zelf. En daarna komt
de seizoensverandering in het offer. Maar dat betekent niet meteen dat we af zijn van de sneeuw. Kijk, het linkt allemaal aan elkaar op een of andere manier in latere delen ook. Het is gewoon één grote massieve puzzel. En ja, om de puzzel te leggen moet je alle stukjes kennen. Dus ja, in het offer, zou ik zeggen, is de seizoensverandering. Maar dat snap je wel als je het album gelezen hebt. En in de onmogelijke opdracht, het laatste deel van de uitverkorene cyclus, komen we achter de ware opdracht. De opdracht, waarom Johan zich zo ellendig voelt. Ja, zo kun je het wel noemen, maar dat betekent niet dat het einde verhaal is van Johans traumatische verleden, zijn oorlogverleden. Ja, het is gewoon één grote puzzel. Want op het einde wordt er bekendgemaakt waarom Johan zich naar Alice moest toetrekken. En ja, dat kun je in dit album lezen. De onmogelijke opdracht, het laatste deel van de uitverkorene cyclus. En dankjewel iedereen voor het kijken en tot een volgende keer.